Herman is what you see is what you get. En dat is voor de uitzending en na de uitzending niet heel erg anders dan tijdens de uitzending. Er verandert niet zoveel aan Herman door dat rode lampje wat boven een camera is. En dat noemen we relaxed. Het kabinet Rutte 2 wordt vanochtend beëdigd. Het gebeurt zoals altijd in Paleishuis. Ja, het is echt voor iedereen altijd een feest om met Herman samen te werken. Herman is een ontzettend gezellige vent. En het is, er wordt veel gelachen en heel ontspannen gewerkt. En iedereen verheugt zich eigenlijk altijd op die avond. Dus hij is zo ontspannen. Hij is gewoon het jaloersmakende gemak waarmee hij het ogenschijnlijk allemaal doet. Alsof het helemaal vanzelf komt. En dat is ook als je met hem werkt. Ik heb hem nog nooit gestrest of zenuwachtig gezien. We maakten een uitzending vanwege de tyfoon op de Filipijnen. Er waren een heleboel doden bijgevallen, een grote ramp, Giro 555. En Herman presenteerde de hele dag. Dat begon al op 's ochtends om 6 uur. Heel veel uitzendingen, heel verbrokkeld. Hij moest zijn eigen programma maken, maar dat werd ook omdat hij het gezicht was van die uitzending. Met hem geschakeld. Hij deed allemaal. Het waren over 40 grote en kleinere uitzendingjes die dag gemaakt. En in het begin had ik daar nog wel teksten voor gemaakt. Maar er waren zoveel uitzendingen. Dus op het laatst moest ik gewoon zeggen van Herman, vertel me iets over een inzameling met cupcakes of zo. En nou ja, dat ging er allemaal geweldig uit. En toen dacht ik wel aan het eind van de uitzending van Jezus, dat is wel heel erg goed om gewoon bijna 20 uur lang scherp te blijven en geconcentreerd. 5, tot nu toe, alles opgeteld, nagerekend, komen we op een bedrag van, laten we even kijken naar dat grote scherm daarboven, 18,5 miljoen euro. Wat kenmerkend is voor dat gemak, wat ik net al zei, is de allereerste keer dat Herman het oog presenteerde. Dat was op zondagavond en toen werd John Jans Vergalen presenteerde toen nog vast op zondagavond, die werd ziek. Dus 25 minuten voor uitzending zijn we toen naar Herman gegaan, die nog nooit het oog had gepresenteerd. En hebben we gezegd, ja, we hebben een groot probleem, Herman. Kan jij het oog presenteren? En dat is dan kenmerkend voor de relaxedheid van Herman, dat hij zegt, ja, is goed, prima. Dus die zat hier een half uur later achter de microfoon het programma te presenteren waar heel veel presentatoren in Nederland een moord voor doen. En ja, ik denk dat alleen Herman dat kan. Dat je daar zijn ontspanning wel echt voor nodig hebt.